Het groter ophaalprogramma voor trenzen en rioleringen kan nog niet van start gaan zonder financiën. Dit benadrukte minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken eerder tegenover journalisten. Hij zegt dat er wel een aanvang is gemaakt met het kleinschalig ophalen van trenzen in de verschillende buurten. Ja, kijk, we gaan klagen, maar een keer gaat het klagen ophouden. Die garantie geef ik, omdat 1, de trenzen, we zijn al in bepaalde buurten begonnen met trenzen ophalen. Bijvoorbeeld Tamenga, ben ik de naam van die kreek kwijt, Fjortekreek, Sarmakenkanaal en sommige lozingen eigen beheer. Het groter ophaalprogramma is nog niet gestart, daar moeten we nog financiën voor krijgen. Maar een belangrijk nieuws is wel dat over 2 weken het eerste pomgemaal, dat is naast de centrale markt, wordt opgeleverd. De minister zegt dat er te Leonsberg 3 nieuwe pompen zullen worden geïnstalleerd. De gemalen te Morgenstond en Drambrandersgracht krijgen ook nieuwe pompen tussen december en februari. Noor Mohammed geeft aan dat de pompgemalen op de Koroniezeedijk en Santopolder, die jarenlang niet zijn aangepakt, ook vervangen zullen worden.